Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. In Wagenberg worden 9 kruispunten aangebast, zodat kinderen veiliger van huis naar school of sportclubs kunnen lopen of fietsen. Het is één van de maatregelen die de gemeente Drimmelen neemt in het kader van het project Veilige Sport- en Schoolroutes. Wagenberg is het eerste dorp in de gemeente waar dit project is gestart. Behalve het aanpakken van kruispunten wordt de fietsdoorsteek Dorpstraat-Hofstad veranderd, wordt de zone rondom de basisschool aangepakt en wordt het eenrichtingsverkeer bij het parkeerterrein van het sportpark opgeheven. Verder komt er slimme verlichting op 2 zebrapaden dicht bij de school en bij het nieuwe zebrapad op het kruispunt Dorpstraat-Kerkstraat. Ook volgt er een bewustwordingscampagne en wordt het straatmeubilair in de zone rondom school opgeknapt. De werkzaamheden starten deze maand. De verwachting is dat alle aanpassingen eind van het jaar gereed zijn. Heb je een beperking of een tijdelijke blessure waardoor je niet of niet meer zelfstandig kunt fietsen? Voel je je misschien wat onzeker op de fiets? Zou je liever samen met iemand willen fietsen? Hou je van buiten zijn en kun je goed fietsen? En wil je iemand anders ook laten genieten van onze mooie omgeving? Dan is Fietsmaatjes iets voor jou. Fietsmaatjes Drimmelen verbindt vrijwilligers en gasten tot fietsmaatjes voor vele gezellige en ontspannende fietstochtjes in de gemeente Drimmelen en omgeving. Er wordt gefietst op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Samen hebben de fietsmaatjes gezellig contact, genieten van de mooie omgeving en zijn gezond in beweging. Daar word je toch blij van. Op maandag 10 juni is het project officieel gestart. Laten we hopen dat de blauwe duofietsen snel tot het normale straatbeeld van onze gemeente gaan. Nou ja, het is natuurlijk een heel spannend moment, een bijzonder moment, want hier staan ze, de eerste twee. En die hesjes die gaan we dadelijk verwijderen en dan weten we ook hoe ze heten, is het geloof ik. Hè? Ja. Nou, daar gaan we. Ja, wat Kees? Met 8 windmolens langs de A16 wekt de gemeente Drimmelen de komende 25 jaar zelf schone energie op. Energie die ook ten goede komt aan de inwoners. Wethouder Jurgen Vissers legt uit. Een kwart van de winst uit de windmolens investeren we in lokale energieprojecten die een bijdrage leveren aan energiebesparen en het opwekken van schone energie. Op deze manier profiteert de omgeving mee van de windmolens. Dit doen we samen met Stichting Energietransitie Drimmelen. Op donderdag 6 juni werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De stichting is opgericht om de participatie met inwoners in de gemeente Drimmelen te borgen. Het bestuur van deze onafhankelijke stichting wordt gevormd door mensen uit de lokale gemeenschap. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zijn de werkafspraken nu officieel vastgelegd. De volgende stap is het opstellen van een investeringskader. De rendementen die tot 2027 vrijkomen worden gebruikt om het Energiefonds Brabant terug te betalen voor de bouw van de 8 windmolens. Aldus Jurgen Vissers. De gemeente Drimmelen vraagt inwoners mee te doen aan een onderzoek naar het onderhoud van openbaar groen, zoals perken, plantsoenen en grasvelden. Ook vraagt de gemeente inwoners naar hun mening over het algemene onderhoud van de openbare ruimte, de toegankelijkheid van speelplekken en eventuele overlast bij grote hitte. De gemeente doet dit onderzoek elk jaar. Zo weet men wat de inwoners vinden van de kwaliteit van het onderhoud en de dienstverlening. Het onderzoek helpt de gemeente het groenonderhoud en de openbare ruimte verder te verbeteren en beter aan te passen aan de wensen en behoeften van de inwoners van Drimmelen. In totaal 2000 adressen ontvangen een uitnodiging per post voor het onderzoek.
Meedoen kan digitaal of telefonisch en neemt ongeveer 10 minuten in beslag. De werkzaamheden voor het project Herinrichting Zeggelaan ter Heide starten op maandag 17 juni. Het doel van het project is om de verkeersveiligheid daar te vergroten. Tijdens de werkzaamheden is de Zeggelaan in fasen afgesloten voor doorgaand verkeer. Het openbaar vervoer wordt omgeleid via de N285. Alle bushaltes in het dorp komen tijdelijk te vervallen op de ene halte Koningsveld tussen de Hondstraf en Weeg Brena. De bus keert op de rotonde. Die halte is tijdens de werkzaamheden voor beide richtingen, dus let goed op in welke bus u stapt. Kijk voor meer informatie over het busvervoer op arriva.nl of 9292.nl. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer is aangegeven met borden. Er was de afgelopen periode weer nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Omroep Drimmelen daarbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken, blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Deze week zenden we onder andere een korte impressie uit van de triathlon in Ter Heide en een reportage van het benefietconcert in het Witte Kerkje. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en wat meer aandacht verdient? Laat het ons weten via een mail aan publicatie Omroep Drimmelen. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u snel weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot de volgende week.